Goedendag kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In de maand september hadden we een vakantie, maar vanaf vandaag starten we weer om elke woensdag een nieuwe aflevering voor u te brengen. Vandaag praten we met voedseltechnoloog Ricky Stuttgart over de Wereldvoedseldag welke op zondag 16 oktober wordt gevierd. Meneer Stuttgart, welkom bij In Gesprek Met. Het is zondag Wereldvoedseldag. Waarom is deze dag zo belangrijk? Het is eigenlijk door de FAO bedacht bij de oprichting van de FAO op 16 oktober 1945. En de bedoeling is om extra aandacht te vestigen op die dag wat voedselzekerheid betreft. En in die week heb je dus dat zo'n 150 lidlanden allerlei activiteiten ontplooien dat in verband heeft met met voedselzekerheid. En wat houdt dus nou voedselzekerheid in? Voedselzekerheid houdt in dat de mogelijkheid om permanent, continu, fysiek en economisch gezonde en veilige voedsel ter beschikking te hebben. Dat is wat voedselveiligheid inhoudt. En het komt dus al te vaak voor dat dat is wat voedselzekerheid inhoudt. En het komt al te vaak voor dat voedselzekerheid niet altijd zeker is in verschillende landen. Wanneer we bij wijze van spreken zelf kijken dus naar Suriname, het feit dus dat voedselpakketten worden verstrekt door verschillende organisaties, toont aan dat er mensen zijn die onvoldoende voeding tot zich hebben. En wat zijn dus dan eventueel de nadelen daarvan? Je kan dus twee zaken hebben. Eén, mensen gaan honger lijden. En honger houdt eigenlijk in dat het lichaam een signaal geeft dat ze dus honger hebben, dat er behoefte is tot voeding. En het is je lever die wenk geeft, omdat op een bepaald moment heb je dus dat er minder glycogeenconcentratie in je lichaam aanwezig is. En dan heb je dus honger en dan moet je dus eten. Ja, dus als we kijken naar de situatie in Suriname, de Wereldvoedseldag is al een hele poos terug geproclameerd. Maar als je kijkt naar sinds de proclamatie van die dag, hoe is het geweest in Suriname met wat betreft voedselzekerheid? Dus je hebt zo af en toe organisaties die activiteiten komen om ons erop te wijzen dat er voldoende voeding moet zijn. Het probleem dat we dus wel momenteel hebben, en daarom haalde ik dat van die voedselpakketten aan, is een bewijs dus dat voedselzekerheid in gevaar is. En dat gaat op den duur leiden dus tot een ondervoeding. En ondervoeding, als mensen dus permanent ondervoed zijn, dan heb je bijvoorbeeld dat mensen kunnen doodgaan van de honger. Wereldvoedseldag wordt niet al zodanig gevierd. Het is toevallig zo dat ik recent nog met de consumentenkring gesproken heb. En ze hebben dus geen activiteiten voor 16 oktober. En dat komt ook vanwege het feit dus dat er allerlei financiële problemen zijn. Onze voedselzekerheid gaat met de dag achteruit vanwege het feit dus dat we stijgende prijzen hebben. Van bijvoorbeeld februari 2020 tot en met januari 2022 zijn de voedselprijzen met niet minder dan 294,4% toegenomen. En het hebben van voeding is afhankelijk van twee factoren. En die ene is de prijzen van de producten en je inkomen. Hoeveel verdien je? En het blijkt dus dat met de loop van de tijd dat de prijzen steeds stijgen, maar onze inkomen nemen niet toe. Waardoor dus de beschikking tot voedsel steeds gaat afnemen. En ik verwacht dus dat met de loop van de tijd steeds meer mensen honger gaan lijden en steeds meer mensen aan ondervoeding gaan lijden. Dat is dus wat ik verwacht. Ja. Zoals u zelf heeft gezegd, we leven in een crisissituatie en mensen gaan armoede lijden. De prijzen in de winkels zijn hoog. Dus wat kunnen de mensen zelf doen om deze situatie toch te overleven, waarbij we kunnen zeggen, ik eet toch een beetje gezond of ik neem genoeg naar binnen?
Eerste instantie, laat maar dit van zeggen. Vorig jaar augustus ben ik dus 2 weken geweest op Alalapadu. En daar heb ik gezien dat die dingen als winkels, bakkerijen, al die soort luxe dingen die we in de stad hebben, dat wij dus die dingen niet hebben. En die mensen leven van wat ze dus daar allemaal planten, wat ze daar allemaal visvangst en jacht. Wat wij in eerste instantie moeten doen, en ik zeg nog altijd dus dat voor 1863 hadden we een heleboel producten die we vandaag aan de dag hebben, hadden we toen de tijd niet. We leefden van groenten en van aardvruchten. En ik moet toegeven dus dat ik heb 2 potjes gebracht, omdat ik pas recent ben begonnen, vanwege die stijgende prijzen, om te gaan planten. En omdat ik in eerste instantie niet voldoende tijd heb, ben ik begonnen om met potplanten te beginnen. En hier heb ik 2 voorbeelden, dat je hoeft geen perceel te hebben, want dit heb ik allemaal op mijn balkon. En ik moet ook nog toegeven dus dat ik ben gestimuleerd geweest door parlementariër Belfort, Edward Belfort, die regelmatig video's stuurt over zijn tuin. En ik kreeg dat dan een minderwaardigheidscomplex, want ik heb achterop een behoorlijk stukje grond om te planten en ik doe er niks aan. En dus toen ben ik begonnen om met potplanten. En ik heb deze 2 gebracht, kool en tijgerblad, om te wijzen dat we ook zelf iets moeten gaan doen. De prijzen nemen dus toe, waardoor je waarschijnlijk op een bepaald moment krijg je dus dat ik heb een tijgerblad en mijn buurvrouw die heeft een amsoi en dan gaan we ruilen, waardoor er geen geld te sprake is. Verder moeten we dus de tot slaafgemaakte hebben vaak aardvruchten, daarvan liefden ze. Dus wij moeten dus ook nu aardvruchten gaan planten, zodat we nappie, zoete pataat, cassave, waardoor we eigenlijk rijst en brood kunnen gaan omzeilen. Er gaat heel veel, ik verwacht dus dat er heel veel wisselwerking zal plaatsvinden, wisselhandel zal plaatsvinden met de verschillende bevolkingsgroepen, met de verschillende mensen, zodat we dus het overleven. Ik verwacht dat we het gaan overleven. Ik verwacht dus dat degenen die allemaal steeds hun prijzen verhogen, op een bepaald moment ga je hebben dus dat die producten niet meer gekocht zullen worden. We gaan toch geen brood gaan kopen voor 50 SRD. We gaan toch geen groentekool gaan kopen voor 500 SRD. Dat gaan we niet doen. We gaan het zelf planten. We gaan dus, en dat is het voordeel van de mens. De mens is in staat om zich aan te passen met de tijd. Dus ik heb hoop, alleen moeten er organisaties komen, mensen moeten komen, om de bevolking te trainen hoe te planten, wat te planten en hoe om te gaan met het weinige van je budget. Ja, dus u zegt het mooi, we moeten leren hoe te planten. Want veel mensen denken van, boy, ik heb die tijd niet hoor. Gezien de situatie zo hard is, na Aladdin moest ik money voor kanjang. Dus ik heb geen tijd om te planten. Maar u zegt, u bent begonnen in pottenplanten. Ja. Dus. Daarom heb ik bijvoorbeeld het voor, want ik heb tijgerblad, ik heb een kool. Mijn amsel is mislukt, dus ik moet gaan kijken waarom het mislukt is. Ik heb tomaten, ik heb peper. En ik moet dus dan straks ook nog gaan met boulanger en alles soort zaken. Hoe verloopt het proces? Moet u veel tijd eraan besteden? Hoe verzorgt u die plantjes zodat u ervan kunt eten? Nee, wat je moet eigenlijk doen, je moet eerst eens, je moet wel aarde hebben. En je hoeft niet in 1 keer bij wijze van spreken meteen 20 potjes te planten. Afjuren die abi, voor je moet minstens 1/2 uur kunnen om 2 potjes te planten. Als je dus dat elke dag doet, na een maand heb je 60 potjes. Toch? Maar we houden ervan om te zeggen van, ik heb geen tijd. Maar laten we eerlijk zijn, we moeten ook gaan kijken van hoeveel tijd we niks doen. Hoeveel tijd we verspillen. En ik moet geld maken, maar eigenlijk op een andere manier maak je geld. Doordat je dus die dingen gaat planten, hoef je dat geld niet meer uit te geven. En dan kan je het gebruiken voor iets anders dat veel dringender is. Toch? Want waarom zou ik tomaten van, nu zijn tomaten al 40 en 50 SRD's. Waarom zou ik tomaten moeten gaan kopen voor 100 SRD, terwijl ik gewoon een potje kan zetten, mijn tomaten, mijn poer, mijn serie, mijn iteine. Dan heb ik ineens een tomaten. Dan heb ik bij wijze van spreken, dus die tomaten die ik normaal zou gebruiken, kotaki, in een maand gebruik ik aan tomaten 50 SRD,
Daar heb ik het dus nu besteed aan mijn plantjes, waardoor ik die 50 SRD niet meer moest uitgeven. Oké, dan hebben we dat gehoord, maar er is nog een aantal zaken die spelen als we praten over voedsel. We hebben voedsel die eigenlijk niet goed is voor ons lichaam. En heel vaak horen we voornamelijk jongeren zeggen van, mama, koop Mackey voor me or something like that. Dus hoe moeten we dus die variatie brengen? Want je kan het kind niet zeggen, nee, je mag het niet eten. Je mag het wel eten, maar te veel zal ook niet goed zijn. Ja. Kijk, ik weet als kleine jongen, toen hadden we dus nog een, daar zo bij waar Alegria is, had je, waar een, naast Alegria had je een sodafonten. En één keer per maand gingen mijn moeder en ons daar en toen aten we frietjes. En het was een hele evenement. Eigenlijk dat gedrag heb ik eigenlijk ook overgenomen. Eén van de maand, dan gaan we wat lekkers eten. Dus dat is niet het probleem. Het probleem ontstaat wanneer je dus overmatig dat soort producten gaat eten, wanneer dat jouw menu wordt. Want je gaat dan te veel een verzadigde vetzuren naar binnen krijgen, te veel suiker, te veel zout. En die gaan ervoor zorgen dus dat er gezondheidsproblemen gaan optreden. Toch? Ik zeg meteen, ik ga er ook om gewoon een lekkertje, mackie te eten. Maar het wordt een mooie grap als ik per week 3 keren een mackie gaat eten. Dat is niet goed. Dat gaat ervoor zorgen dat die voedingsstoffen die je nodig hebt. We hebben in totaal 40 verschillende voedingsstoffen nodig. En van die 40 zijn 10 essentieel die je dagelijks moet nemen. Bijvoorbeeld eiwitten, vetten, vitamine A, vitamine B1, B2, B3, ijzer en een calcium hebben we. En koolhydraten hebben we nodig. En vitamine C, de 10, die je dagelijks nodig moet hebben in je voeding. Wanneer je bij wijze van spreken overmatig nu dit soort producten eet, die heel veel vet hebben, die eiwitrijk zijn, die suikerrijk zijn, dan ga je ervoor zorgen dat er ongevoeding gaat plaatsvinden. Tegelijkertijd wil ik meteen ook aan de ouders zeggen om er rekening mee te houden, dus dat de voeding van jouw kind kan onmogelijk hetzelfde zijn als jouw voeding. Dus je kan niet elke dag komen, dat had je mama roti, dat had je mama sani. Waarom? Dat kind moet nog groeien. Dat kind skelet moet nog groeien. Wij, waar groeien we? We worden alleen een dikker. Toch? En onze nagels kunnen alleen nog groeien. En ons haar. Voor de rest groeit ons skelet niet. Maar dat kind van je, die jonger is dan 18 jaar, jonger is dan 19 jaar, haar hele body moet dus nog groeien. Dus ze moet gezond eten. Dat je kan komen, ibelisi, dan gaan mekkie en dan voedafondenachtige dingen eten. Omdat je bijvoorbeeld van haar houdt, dan hou je eigenlijk niet van haar. Ja. Oké, en dan hebben we een heleboel andere situaties, zoals het verkopen van bepaalde producten in de winkels. En laten we een simpel voorbeeld nemen, we gaan nog niet in die winkels, we gaan gewoon langs de straat. Langs de straat zien we heel vaak mensen vis verkopen op een bank en elke keer wordt er water gegooid erop. Water erop gegooid en als het 's morgens 200 SRD is het 4 uur in de middag of 3 uur in de middag misschien 100 SRD. Of net Asanipodi, dus Abseri. En kunt u misschien uitleggen wat er gebeurt? Want bepaalde mensen snappen niet dat vis zo verkopen en vis zo kopen niet gezond is. Het is namelijk zo dat het feit dat vis op die manier wordt verkocht, is eigenlijk een tekortkoming toen aan dat de bij wet erkende instanties, in dit geval is het het BOG, laat schieten wensen over. Omdat een vlees eiwitrijke producten moeten permanent op ijs worden gezet. Omdat ze dus of koel worden bewaard. Omdat je hebt bijvoorbeeld dat die micro-organismen gaan groeien. Micro-organismen zoals bijvoorbeeld Salmonella, Staphylococcus aureus, Campylobacter. En die gaan voor giftige stoffen produceren, die bijvoorbeeld als je dus het product eet, dat je bijvoorbeeld ziek kan worden en zelfs dood kan gaan. En nu kunnen mensen zeggen van ja, maar meer boren toch, meer bakken toch. Ja, maar bijvoorbeeld bepaalde van die bacteriën, zoals bijvoorbeeld Staphylococcus aureus en Bacillus cereus, die hebben bijvoorbeeld produceren giftige stoffen, bijvoorbeeld Bacillus bijvoorbeeld, dat ook al ga je het 25 minuten lang bij
175 graden voor hitte. Toch? Toch. Je ziekie. Dus wie is in je brombrom alesi? Toch je ziekie. Omdat het, we praten, hoe noemen we het? Het is hittestabiel. Het gif is hittestabiel. Is hittestabiel, het gaat niet kapot. Het is verder ook nog zo dus dat, ook al zouden die bacteriën er niet zijn, je hebt altijd dus nog melkzuurbacteriën die ervoor zorgen dat er bederf optreedt. Ze gaan dus die eiwitten van bijvoorbeeld vis afbreken en doordat er wordt afgebroken, die vetten ervan gaan ze afbreken, dan ga je een geur ruiken. Dat heet een visipori. En dan is het dus niet meer goed, omdat die voedingsstoffen die je nodig had voor de opbouw van je lichaam, die zitten dan niet meer in zo'n levensmiddel. En bepaalde mensen leven nog dus in die veronderstelling dat ze geen vis in pakjes gaan kopen die bevroren is in de winkel. Maar ze willen dus verse vis gaan kopen die dus op een toonbank langs de straat wordt verkocht. Oké, alvast, laat me er dit van zeggen. Ik kan me best voorstellen dus dat, als je me zou zeggen van meneer Sturgaard, stel je nou eens voor, u heeft geen andere mogelijkheid dan alleen die vis te kopen. Dan zou ik het 6 uur 's morgens gaan kopen. Wanneer ze het net hebben gebracht. Maar je moet bijvoorbeeld dus ook controleren naar die vis. Als je erop drukt en je haalt je vinger weg en je ziet je vingerafdruk, dat betekent afvisie in een ontbinding. Je moet verder kijken dus naar, zijn die, als het schubben heeft, zijn die schubben intact? Toch? Kijken naar die kuwen, zijn die kuwen rood? Toch? En afvisie op slijm. Wanneer je bijvoorbeeld dat soort dingen ziet, dan is die vis nog vers. Maar als je druk, in hem druk, in druk gewoon. En je poort je vinger afdruk, dat betekent het is al een ontbinding. En ze hebben het al lang daar. En die body moet goed uitzien, die schubben moeten er zijn. En liefst slijmt op afvisie, dan weet je van, ja, dat kan ik nog accepteren. En hoe staat het met een slagerijen? Verkopen zij hun vlees op een goede manier? Dus het probleem bij slagerijen is dat die vitrinekasten die ze daar zo hebben, die temperaturen moeten onder de 4 graden Celsius zijn. Dus maximaal 4 graden Celsius, om ervoor te zorgen dus dat micro-organismen niet kunnen groeien. En in vele gevallen heb je dus dat die vitrinekast aan de kant waar die zijcellen staan open is, waardoor die temperatuur veel hoger is. Een advies van mij aan hun is dat ze uit ervaring moeten weten, dus dat, ik laat het even aannemen dat ze dus een gehakt vlees daartoe hebben. En ze moeten al aan kunnen voelen, dus nu, binnen 3 uurtjes heb ik zo'n hoeveelheid verkocht. Dan moest gewoon dat is pang apprezen en gehakt. Terwijl bij wijze van spreken ze weten, een gehakt kost dan dat je uit je lange. Toch? Wanneer ze bij wijze van spreken dus ervoor zorgen dus dat ze vlees daar zetten, die ze uit ervaring weten dat binnen 3 uren is het verkocht en dan pas ga ik het andere zetten, dan is het een goede zaak. Dit gezegd hebbende, dan ga ik eventjes naar die war rooms of cafeteria's waar ze bijvoorbeeld bami verkopen en nasi goreng. Je moet ook ervoor zorgen dus dat die bami die je zet daar in je vitrinekast, dat het binnen 3 uren verkocht is. En ik heb vaak gezien dus dat er is nog een beetje over. En dan komen ze met een nieuwe pot en dan gooien ze dat in die oude. Die oude is misschien al 4 uren. En als je dus die nieuwe zet, in die oude zitten er al bacteriën. Die nieuwe groep die je bij hebt gezet, die gaat ook sneller bederven. Je moet dus die pot helemaal schoonmaken of een andere gebruiken en dan de nieuwe zetten. Maar ze moeten ervoor zorgen dus dat bereid voedsel niet langer dan 3 uren bij kamertemperatuur moet zijn bewaard. En uit ervaring, de SMA zijn al jarenlang bezig met het verkopen van levensmiddelen. Ze kunnen er gebruik van maken. Dus 3 uurtjes, daar ga ik nieuwe zetten. Oké, en u praat over bereid voedsel. Er wordt ook bereid voedsel verkocht in supermarkten. Als we kijken naar die barra's en die rotis die op de toonbank komen. Ja. Hoe verstandig is dat? Dat is ook het bewijs dat het BOG te wensen overlaat. Die supermarkers hebben geen vergunning om dit soort producten te verkopen.
En we hebben dus onderzoek gedaan naar die roti's. Kijk, die mensen sporten die sma en ze proberen iets te verdienen. Het verschil bijvoorbeeld met die roti en bijvoorbeeld roti van Roep Ram, om maar een naam te noemen, is dat er controle, BOG kan regelmatig nagaan waar, bij Joosje, bij Roep Ram, om te kijken als zaken allemaal in orde zijn. Die roti op die toonbanken, dat wordt door een mevrouw thuis klaargemaakt. BOG heeft geen controle hoe die situatie daar is. Toch? Kan de afvrouw en ik wat roti C1WC. Het klinkt misschien gek, maar in die keer had ik het een keertje meegemaakt dat die zaak waar ze dus aan het bereiden waren, precies naast een septic tank was. Toch? Dus er is geen controle. Wanneer en die mensen, ze maken die roti bijvoorbeeld 2 uur, 3 uur in de avond, zodat ze de 6 uur morgen voor die winkel brengen. Daar hebben we al 4 uur is al gepasseerd. En die roti wordt bijvoorbeeld met vlees en dingen verpakt. Omdat die winkelier geen tijd heeft om het allemaal bij elkaar te zetten, wat bijvoorbeeld wel bij die rotizaken gebeurt. We hebben dus onderzoek gedaan en we hebben dus toen roti's gekocht en we hebben dus roti gemaakt. Dat waren die Staanse studenten die het allemaal gedaan hebben, die mamika die roti, zelfde tijd 2 uur, 3 uur en toen hebben we het laten staan. Uit het onderzoek vonden blijken dus dat als je bij roti bakat 9 euro, dat probleem is zo goed geschreven. Als je bij roti bakat 12 euro, bij die super toonbanken daar, dan mankeer je zo goed geschreven. U moet geen roti kopen die bij die supermarkers worden gezet. Die supermarkers hebben geen vergunning om levensmiddelen als zodanig te verkopen. En BOG moet zijn werk beter doen. Door al deze waarschuwingen en adviezen, dan worden mensen eigenlijk bang. Dus dadelijk zegt er iemand, weet je wat, ik ben veilig als ik blikvoeding koop. Kijk, het probleem met blikvoeding is dat het te veel zout heeft. Mm-hmm. Kijk, ik koop bruine bonen, dat in flessen is, en zout gooi ik altijd weg. Omdat ik weet dat het te veel zout heeft. En we mogen dus niet meer dan 5 gram zout consumeren, maar onderzoek heeft aangetoond, en dat is onderzoek van de 50e jaren, dat wij minstens 15 gram zout naar binnen kregen. En daarom hebben wij allemaal een familielid of een kennis die hoge bloeddruk heeft. We eten veel te veel zout. En dat is een probleem. Een ander probleem is, bij die blikjeswaren heb je dus dat je moet letten op de vervaldatum. En de vervaldatum zegt dat de producent aangeeft van tot die datum garandeer ik de veiligheid van het product. Daarna garandeer ik de veiligheid niet. Er zijn mensen bijvoorbeeld die zeggen van ja, maar minjan vervallen producten, ba, en next nopsa, nangami, meneer Stugkat is overdrijf. En ik zeg dan, we hebben toch allemaal een keertje door rood licht gereden en er is nooit iets gebeurd. Dan rijdt rood tegen de Josie, topsa. En het probleem is dus dat wanneer de vervaldatum verstreken is, kan je 2 dingen hebben. We noemen het microbiologische bombage. Die bacterie, Bacillus cereus, die produceert, nee, het is geen Bacillus cereus, het is de Clostridium botulinum. Het produceert een giftige stof, het produceert een sporen en die weerstaat hitte. Die bacterie gaat dood na die verhitting, maar die sporen, ik ga het gewoon eenvoudig noemen, het is eigenlijk een eiwitmantel, maar laat alleen zodat mensen begrijpen, ze produceren eitjes. En die eitjes gaan niet kapot door die verhitting. Maar na 2 jaren, na 3 jaren, heb je bijvoorbeeld dat die omstandigheden van die blikjeswaren gaan veranderen. Het wordt misschien een beetje wateriger, toch in een blik. En dan kunnen die sporen zich dan ontwikkelen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld dus dan giftige stoffen produceren. Daarom in een moesnyang producten die vervallen zijn. En ik zeg aan die mensen van, een winkelier is zeer vervallen producten. If you think one vervallen money, oh, te ken, en oh, te ken toch, dat zei je, oh, te ken vervallen product. En je creëert onnodige risico's voor je familie en voor je geliefde. Ik zou mensen adviseren om geen vervallen producten te kopen. En je hebt bijvoorbeeld dus ook moeders die soms met weinig moedermelk produceren. En dan gaan ze dus
melkpoeder kopen en blikjes waren en alles soort zaken. Ze moeten ervoor zorgen dat die blikjes waren, die melk die ze kopen, dat het niet vervallen is. Omdat melk is een eiwitrijk product. Bacteriën kunnen goed groeien erin en het gaat audio-team manteren. Dus je moet ook, wie is de man zeer een lactogeen, de man is zeer in 5 SRD, no buying, want je abi Tamara naar Jokri en naar winkel hier ook kree. Je hebt zoveel gezegd waarop mensen moeten letten bij het consumeren van voedsel en het bereiden en het kopen daarvan. Heeft u een specifieke advies naar de gemeenschap als het aankomt op veilig voedsel? Ja, het is namelijk zo dus dat je moet proberen zo vers mogelijk levensmiddelen aan te schaffen. Je moet ervoor zorgen dus dat u niet te lang levensmiddelen bewaart. Dus nog bij een wanneer je uitverkoopt de sardine, dat je bij direct 10 blikjes sardine, want dat uitverkoop je omdat die het product overvallen. En if you go know dat je bij 10 blik sardine, dat je in het geval dat die bakken vervaldatum je abif nya a sardine, met alle gevolgen van dien. En zorg er ook voor dat tegen nou een eethuis, look even omgeving mooi, even omgeving boom, look even in de vriendinnenkast, alles wat vrij is, deze alles wat vrij. No bij zijn daarbij. Look af de skin, if kan zien de skin voor desma, de anu voor desma. If desma a poison naar de anu, de ma a soro naar de anu en de ma in Afrikaan vertinder afwezen. No bij zijn daarbij. Omdat dat betekent ze werken niet goed. En ik heb eigenlijk ook een streek, om het zo te noemen. Als ik naar een restaurant ga, het eerste dat ik doe, ik ga naar het toilet. Om te kijken hoe ze hun toilet onderhouden. If het toilet is netjes, dat betekent dat die mensen weten wat hygiëne inhoudt. If het toilet slordig, meteen is maar hier ook wel een trouw restaurant. Dankjewel meneer Stuttgart. Kijkers, u heeft het gehoord. Veilig voedsel gebruiken, innemen, kopen, begint eigenlijk bij jezelf, heeft meneer Stuttgart gezegd. Dus let op al deze zaken die meneer Stuttgart heeft aangehaald. Ik bedank u voor het kijken. Ga nog niet weg, want er komt een tweede deel van mevrouw Carla. Dankjewel Richelle. U heeft dus net in het eerste deel van In Gesprek met Richelle gezien met de heer Stuttgart, die heeft gesproken over Wereldvoedseldag. In het tweede deel ga ik praten met de heer Holban. Hij is directeur van PTC, dat is dus Polytechnic College. En met hem gaan we praten over verschillende dingen. We gaan praten over het jubileumjaar van het college, maar we gaan praten ook over een congres dat gehouden zal worden en ook over meneer Holban zelf. Hè. U wil ook kennis met hem maken, toch? Meneer Holban, welkom in gesprek met. Dank u wel, mevrouw Boetius. Zo, 25 jaar voor PTC. Was er feest, big jari? Nee, in de planning zou het wel een geweldig feest moeten zijn. Maar ja, we weten allemaal in welke situatie we verkeren. Je had ook nog de COVID-situatie toen, want het was begin van dit jaar. Was er nog niet helemaal eruit, om het zo te zeggen. Ja, ze niet echt eruit, maar was er nog niet zo teruggelopen. En we hebben natuurlijk ook, los van het land, zit ook bij de PTC, hebben we ook wel de economische problemen, de financiële problemen waarmee we zitten. Omdat we onze primaire inkomsten krijgen van de studenten. En als de studenten niet optimaal kunnen, zitten wij ook daarmee natuurlijk. Ja. Hoe loopt dat? Kunnen ze betalen? Hoeveel moet je betalen bij PTC? Gemiddeld is het, zeg maar voor de meeste opleidingen, is het $1500. Ze kunnen dat in termijnen betalen en in SRD. We zitten natuurlijk wel met onze internationale verplichtingen. Dus dat is ook weer een druk. We hebben nu een correctie moeten plegen, bijvoorbeeld bij onze master, bij MBA in Innovation and Technology. Omdat wij vroeger de middelen direct namen bij de studenten. En dan kan je je voorstellen als ze tegen een koers van, zoals we die koers nu, we zijn gestart met 16.
En toen we starten met 16 was die koers 21. En we dachten van, dat is redelijk. En als we nu de reis moesten betalen, dat hebben we ook gezien. Toen we op een gegeven moment de ticket moesten aankopen, was die koers geklommen. En dan leiden we dus weer verlies. Dus we hebben toen ook gezegd van, weet je, die kosten nemen we niet meer. De studenten moeten dat zelf gaan betalen. Maar we zitten dus met die ontwikkelingen. En het is natuurlijk een uitdaging, niet alleen voor de student, maar ook voor het instituut. We merken dus dat, ondanks de verschillende modaliteiten die we voor studenten bedenken, echt helemaal afgestemd op de behoeften van de student. Dus als, we hebben wel vaste termijnbetalingen. Maar als een student zegt van, ik kan me dat ook niet permitteren, dan gaan we weer met de student zitten en kijken van wat we kunnen doen. Dan merken we toch nog dat het een probleem is. Ja, dus eigenlijk studeren in Suriname is een kostbare activiteit nu. Eigenlijk is studeren altijd een kostbare activiteit. Was het vroeger niet bijna gratis? Dus dat is het punt. In Suriname is onderwijs voor een groot deel gesubsidieerd. Het primair, het secundair onderwijs is volledig gesubsidieerd. Het tertiair onderwijs op universitair niveau en de lerarenopleiding is volledig gesubsidieerd. Dus vandaar dat men altijd ervan uitgaat van het is te doen in Suriname. Maar onderwijs op zich kost altijd geld. Je hebt de deskundigen die... En zeker bij ons, omdat je niet alleen de standaard, laat me het zo noemen, de standaard instellingen hebt om onderwijs te verzorgen. Dus je hebt je lokaal, je docent. Maar je hebt ook nog bij ons hebben we de laboratoria's die je moet onderhouden. Je hebt de attributen die je moet aanschaffen om onderzoek te kunnen doen binnen de verschillende laboratoria. En die dingen moet je steeds weer vervangen. We hebben 3 jaar terug, moet het nu al zijn, ja, denk ik, hebben we een hele investering gekregen op het gebied van ICT. Maar als we praten over ICT, dan weten we dat computers, alles up-to-date, nieuw apparatuur. Maar als je dus nu gaat kijken, ons apparatuur voldoet niet meer aan de eisen van nu. En dat is normaal binnen ICT, die dingen veranderen zo snel. En dan moeten we weer gaan vervangen. Dus het is een zeer kostbare zaak. En dan nog is het, in vergelijking met het buitenland, als we naar de kosten kijken, want je krijgt je bachelor voor $6.000, heb je een bachelor. Je master heb je voor $7.000. Als je het vergelijkt met het buitenland, is dat niet veel. En als je praat met de mensen in het buitenland, dan zeggen ze het ook. Ik bedoel, als je met ambassades, dan kijken ze echt vreemd op van, wat, zo goedkoop. Maar laat me u onderbreken. Waarom doen ze dat? Daar, in die landen, verdienen ze dollars en in Nederland, euro's. Hier is er nog SRD's. Dus dat is 6.000, 7.000 US dollar. Wel veel tegen de koers. Tegen die koers is het veel. Toen wij begonnen, als je vergelijkt, ik ben in 2012 begonnen bij PTC. Toen was die koers 280. En dan wat is $6.000 op 280? Is 12.000 SED. Dat is te doen. Dus het is niet de opleiding is veel. Het is die ontwikkeling wat heeft gemaakt. Dus dat het nu zeg maar buiten bereik van heel veel. En toen de tijd al, ik kan me herinneren, moest 2013-14 zijn. Toen men begon met het aanpassen van die koers. Had ik gezegd, van, als dit zo doorgaat, gaan we straks elitair onderwijs hebben in Suriname. Alleen zij die dat geld hebben, gaan het kunnen betalen. En jammer genoeg merken we dus nu ook al die terugval. In studentenpopulatie. Je merkt dus dat het studenten zijn die het kunnen betalen. Of die vanuit een bedrijf worden gesubsidieerd of worden gefinancierd om de opleiding te volgen. Dus het is nu echt nu naar een selectieve groep, een kleine groep. En het is jammer, omdat PTC is opgericht om die samenleving te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat we een gekwalificeerd kader hebben. Waarom? Om die ontwikkeling van Suriname nu verder te ondersteunen. En dan zie je dat dus nu eigenlijk niet meer gaat kloppen. We hebben al een tekort aan kader en het tekort gaat alleen maar groter worden. Omdat je niet snel genoeg competente burgers in die samenleving kan pompen. Dat is wel jammer. Maar we gaan even zoomen toch, want u zei het zo mooi. In 2012 bent u begonnen, dus het is precies 12 jaar nu. 10 jaar. 10 jaar. Oh ja, inderdaad. Wat is er gebeurd? Ik ben lang van school. Had ik niet meer weten tellen. Inderdaad, 10 jaar.
Hoe kwam je op het idee om directeur te worden van PTC? Want u deed daarvoor iets anders, hè? Ja, heel vroeg ben ik in het bedrijfsleven gestapt. Maar dat komt eigenlijk ook weer door het onderwijs. Oh. Omdat ik van huis uit toch wel, dat komt door deze huidige minister. Ik studeerde minister Levens, onderwijs. Ja. Ik studeerde op een gegeven moment aan de Antelocom Universiteit en ik ging voor rechten. En ik heb vanaf mijn 18e jaar, vanaf de middelbare school begon ik direct te werken. Dus ik moest avondstudies doen en de rechtenstudie was toevallig ook avond. Maar het was in de jaren 80. En toen werd de universiteit gesloten en bij de opstart van de universiteit waren alle avondopleidingen weg. De enige avondopleiding zat nog op het IOL. Dus met lode schoenen ging ik richting IOL. En ik zocht naar iets met rechten. En ik vond dat bij economie. Tot mijn frustratie daar. Ja. Want de enige vakken die ik echt vlot kon volgen, waren echt de vakken die te maken hadden met recht. Handelsrecht. Ik weet niet meer wat. Het waren twee of drie vakken die te maken hadden met recht. En ja, daar kreeg ik 9 tieners voor. Okay. En bij de economische vakken was het nog net 5,5, 6. En ik frustreerde. En daar ontmoette ik bij. Toen gaf zij dus nog les op de universiteit. Ja. Ontmoette ik mevrouw Levens. En ik bloeide op bij haar vak. Ik weet niet als het ontwikkelen psychologie. Nee, het was iets met psychologie. Ontwikkeling of. Ik heb pedagogiek van haar gevallen. Ja, was het ontwikkelen psychologie. In ieder geval, een of andere psychologie was het. En ik begon te genieten. En ik stapte naar haar toe. En ze luisterde. Ik weet niet, als je levens kijkt hoe rustig ze is. En ze zit naar je te kijken. En ze kijkt naar je aan. En ze luisterde. En ze kijkt en ze zegt: meneer Holwaard, ik denk dat u verkeerd zit daar. Je moet dat gaan doen. En zij stuurde me de richting van pedagogiek in. En ik moet zeggen, vanaf dat moment begon ik te genieten van onderwijs. En ik heb dus, mijn beroepscarrière was in het bedrijfsleven, jarenlang. Maar mijn ontwikkeling zat in onderwijs. En alle zaken die ik heb gedaan in het bedrijfsleven hadden toch wel een link met onderwijs. En in, ik begon bij Lobo als managementleider, een van de managementleden. Dat moest zijn 2008, 2009. En toen kwam die functie van PTC. Zei van, oké, ik ga dat proberen. Ik werd aangenomen. In die 10 jaar heeft u echt een groei kunnen meemaken van het instituut? Ja, we zijn gegroeid van 6 programma's nu naar bijna 14 bachelorprogramma's. We hebben nu 3 masterprogramma's. En we gaan verder. We zijn dus nu ook bezig met een aantal nieuwe programma's die we aan het introduceren zijn. En we hebben dus de kijk op het PTC van hoe stond het er weer? Vocational education stond het in het Engels, hoger beroepsonderwijs. Something like that hebben we toen veranderd naar applied sciences. En we hebben die stap gemaakt om het ook tot een universiteit te maken. En de komende, ook tijdens ons congres, voorloper op ons congres, is dat we 3 lectoren gaan benoemen. Of eigenlijk zijn ze al benoemd. Ze zijn per 1 juli benoemd door het bestuur. En ze worden 2 november worden zij aan de samenleving gepresenteerd. En met de lectoren gaan we dus niet alleen een stukje onderzoek, maar we gaan door om ook het traject, want we hebben nu een BAMA-structuur. Maar dan gaan we door dat mensen nu ook bij PTC kunnen promoveren. En dat is een van de hoofdtaken die de lectoren meekrijgen. Dan zijn we beland bij het derde deel. Het congres dat eigenlijk ter afsluiting van het jubileumjaar georganiseerd zal worden. Wanneer wordt het jubileumjaar officieel afgesloten? Het jubileumjaar wordt in november afgesloten. We zijn gestart in februari om het jubileumjaar, eigenlijk januari, maar... februari is de oprichting van PTC en in november zijn de eerste colleges verzorgd. Dus we hebben geprobeerd die 2 momenten vast te houden. Eigenlijk was de planning dat we het hele jaar door iets zouden doen. Maar net wat ik reeds zei, het is financieel zo beroerd dat we het hebben afgezien. Maar we vonden het wel belangrijk dat we het jaar goed moeten afsluiten. En het congres was een van de main items in het programma waarbij we zeggen van weet je wat, laten we alle weinige middelen die we hebben zodanig kanaliseren dat we toch nog het congres kunnen ondersteunen. En we hopen ook
ondersteuning te krijgen uit het bedrijfsleven. We hebben ze ook aangeschreven. We hopen dat ze ook ons ondersteunen om een deel van de kosten. Het zou fijn zijn als ze alle kosten nemen. Ja. Je moet het bedrijfsleven echt inkomen. U moet gewoon een beetje harder gaan praten tegen ze. Want zij profiteren tenslotte toch, als jullie kwalitatieve studenten afleveren. Ja. En dan moet ik weer de minister Levens citeren, omdat het bedrijfsleven en deze VSB het initiatief had genomen om bij de minister te stappen om te zeggen van hey, ze zien een mismatch en ze willen kijken hoe ze kunnen helpen. En de minister heeft ze aangekeken en heeft gezegd van ja, jullie moeten helpen, want ik leid op voor jullie en ik subsidieer jullie, dus jullie moeten nu gaan betalen. En ik moet heel eerlijk zeggen, de mensen van VSB waren het mee eens. Ze zeiden van ja, daarom zitten we hier. Ik heb ook in een meeting bij VSB, het was een ontmoeting van de leden van VSB, we zijn ook lid van VSB, heb ik toen ook gezegd van ze hadden het rood. Ja, het was een meeting waar de minister van Arbeid erbij was om te vertellen over wat de behoefte is aan arbeiders. Ja. En ik gaf toen ook daar weer aan van ja, kijk, we praten steeds over de mismatch en dat onderwijs niet leveren, maar wat doet het bedrijfsleven zelf? En ik heb het ook daar gezegd van als bedrijfsleven, en dan moet ik het ook direct een beetje nuanceren, want het zijn niet alle bedrijven. Ik zal ook een paar voorbeelden geven van bedrijven die ondersteunen. Maar het gros kijkt eigenlijk gewoon van, ik moet mensen krijgen en wacht. Ja. Toch? Maar we hebben bijvoorbeeld, we hebben dus nu een bedrijf die heeft gezegd van, ik ga de studie voor studenten betalen. Zij die willen werken bij mij, kunnen komen, ik betaal het. Ze hebben dus de gegevens van de studenten nu. Een ander bedrijf heeft bijvoorbeeld gezegd van we helpen als je mensen nodig hebt. Dus een IT-bedrijf die heeft gezegd van ik stel mijn mensen beschikbaar. Ze kunnen komen werken bij jou. Dus er zijn bedrijven die ondersteunen, maar het aantal is in het totaal, in de grootte, is het nog echt minimaal. Dus dan gaan we nu direct de bedrijven aanspreken van luister nou. Met z'n allen aan boord gaan. Ja, tuurlijk. Want men klaagt over brain drain. Hiermee kan je dat voorkomen, toch? Want dan heb je meteen kader. Je hebt meteen kader. Zo is het aan je bedrijf ook ingestapt. Hè, want ze zeiden van, ja, de meeste bedrijven komen en ze zoeken naar werknemers. Ze zeggen van, laat mensen solliciteren. En als ze al in het traject zitten van PTC, zijn de meeste al werkzaam. Dus wat kan gebeuren, is dat ze change of work, environment willen hebben. Maar in de meeste gevallen krijgen ze niet meer eruit. Dus hebben we tegen de bedrijven gezegd, maar eigenlijk moet je bij de middelbare school leren beginnen. Moet je bij NATIS zitten, moet je bij VUO-scholen zitten. En vandaar zeggen van, ik selecteer en ik betaal die opleiding voor je. En dat heeft een van de bedrijven al geaccepteerd. En dat hebben ze dus nu gedaan. Maar dat stukje gaat veel meer moeten gaan gebeuren om ervoor te zorgen dat dat je kader krijgt, dat je voldoende mensen in die samenleving hebt die die hele ontwikkeling kunnen volgen. De overheid heeft het overigens ook begrepen hoor, want we hebben bijvoorbeeld Animal Production and Health, die hele groep die we hebben gekregen is van de overheid. We hadden in de tijd de luchtverkeersleider, dat is ook een hele groep van de overheid. We hebben een paar gehad van openbare werken. Die dus voor de mensen betalen. Wat je jammer genoeg ziet bij de overheid, is dat ze die transitie zoals het in het bedrijfsleven toe gaat, ook moet meenemen. Als je mensen opleidt, moet je ze ook perspectief bieden. En dat zie je dat er meestal niet is, waardoor de motivatie dropt bij de mensen van de overheid. Maar de overheid heeft in ieder geval bij 3 programma's volledig betaald voor de mensen. Dus en de betaling ging goed? Bij bepaalde ging het vlot, bijvoorbeeld LVV is vlot gegaan, ze hebben heel vlot betaald. En OW heeft het ook de laatste tijd heel goed gedaan, dus dat gaat wel als er die afspraken. Laat ons tot slot even inzoomen op het congres. Wanneer is het, wat is het thema, voor wie bestemd? Het congres is 3, 4 en 5 november. Van 9 tot 2 uur gaan we bezig zijn, de 3 dagen. En we hebben het geprobeerd internationaal te maken. We krijgen gasten uit Trinidad, we krijgen gasten uit Nederland. We hadden ook gehoopt dat onze partners uit Amerika zouden kunnen komen, maar de communicatie is daar vanwege Ian helemaal spaak geloven. En ze moeten natuurlijk ook weer opbouwen daar, dus die groep valt uit.
Maar we hebben dus onze gasten uit Nederland en uit Trinidad. En natuurlijk onze lokale deskundigen die zullen participeren. Het gaat om het beroepsonderwijs. Hoe kunnen wij, het thema is waarom is beroepsonderwijs niet spannend? En dat bekijken we vanuit twee aspecten. Eén, je merkt dus dat er heel weinig animo is gewoon in de samenleving om in het beroepsonderwijs te gaan. Als je alleen maar kijkt de verhouding beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, dan zie je dat al. Als wij 1000 studenten hebben, heeft de universiteit 4000 studenten. Dat laat die verhouding al zien. En ook als ik alle andere beroepsopleidingen optellen, zitten we nog altijd onder het niveau van de universiteit qua aantallen. En dat moet ook in balans komen. En dat heeft ook een beetje te maken, één heeft natuurlijk te maken met de financiën. Maar twee heeft ook te maken met de perceptie die men heeft over het beroepsonderwijs. Wat mag ik verwachten als ik in het beroepsonderwijs kom? Vroeger hadden we een negatieve selectie. Als je niet slaagde formule, dan ga je maar. En iedereen zag het beroepsonderwijs als te zijn onderwijs waar je voor mensen die niet deskundig zijn of niet competent of niet knap genoeg was. Terwijl het helemaal niet zo is. Het is hetzelfde wiskunde, scheikunde, natuurkunde. En zelfs veel moeilijker. Ja. Nou, is misschien niet juist hoor, dat is niet moeilijk. Maar uitdagender. Omdat het niet alleen maar om een stukje theorie gaat. Maar je moet die theorie kunnen toepassen. En kunnen demonstreren dat je het beheerst. En je merkt dus die negatieve kijk op het beroepsonderwijs. En gelukkig is er al een verandering daarin. De huidige minister heeft dat ook helemaal verwijderd en heeft gezegd van beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, dat trekken we gewoon samen op tot het 10e leerjaar. En dan gaan we, afhankelijk van hoe je interesses zijn, dan ga je dan specialiseren. En dat is waar we naartoe moeten gaan. Maar die samenleving moet dat ook beseffen en het bedrijfsleven moet dat ook beseffen. Dat het wetenschappelijk onderwijs even belangrijk is als het beroepsonderwijs. En dat je dus die mensen ook nodig hebt. En juist in deze fase van onze ontwikkeling de mensen nodig hebben. En daar gaan we dus op inzoomen tijdens het congres. En dan kijken we naar wat de regio zegt, wat in dit geval Europa, Nederland zegt en wat wij zelf doen. En we hebben de drie dagen zijn ook op de topics verdeeld. Vanuit de instituten wordt er gekeken. Dus één dag dat de onderwijsinstituten hun visie vanuit Suriname, vanuit de regio, vanuit Europa. De tweede dag komt het bedrijfsleven aan bod om hun kijk te geven. En op de derde dag de beleidsmakers. En op de derde dag zal dus de minister ook praten. Heeft ze ook al toegezegd. De opening hopen wij dat de president dat voor ons gaat openen. Hij is ook al uitgenodigd, dus we wachten nog even op die bevestiging. Maar de minister gaat dus de laatste dag haar visie ten aanzien van het beroepsonderwijs ook geven. En we hopen dus dat iedereen die een affiniteit heeft met onderwijs en in het bijzonder beroepsonderwijs dus zich registreert om mee te doen aan het congres. Want we hebben met z'n allen zijn we nodig om die ontwikkeling te brengen. Waar wordt het gehouden? Ja, we hebben het ook wel heel klein moeten houden. Dus ook dat moet ik meegeven. Er is een link op onze website waar mensen zich kunnen registreren. Doe dat gewoon, want we hebben beperkte ruimte. Het is op onze locatie, de Saron, in onze grote zaal. Normaal gesproken kunnen we 200 man in die zaal hebben. Maar omdat we met stoelen en tafels gaan zitten, gaan we met een stuk of 70 man in die zaal zitten. Dus het is erg beperkt. En natuurlijk heb je genodigden, je hebt specifieke mensen die je uitnodigt. Dus het is belangrijk dat zij die willen participeren, heel snel registreren. Want als het vol is, kunnen we jammer genoeg niet meer mensen. Wat we wel gaan proberen te doen is om het live te streamen. Dus dat zullen we moeten nog even kijken hoe, als we dat nog goed voor elkaar kunnen krijgen, zodat hij live gestreamd wordt. Maar ja, beperkte ruimte. Het is jammer genoeg. De eerste gedachte was dat we het groot zouden doen in Turarica of Merit, bij een van de grote locaties. Maar tenzij een sponsor komt en zegt van ik pak het helemaal voor je, dan weet je, dan gooi ik het direct naar een van de grote plekken en dan gooien we het open voor ieder. Ja, ja. Ik hoop dat de grote sponsoren luisteren en dat iemand inderdaad zich opgeeft om dit te doen. Nou, tot slot, u mag nu even de oproep doen aan de geïnteresseerden. Ja, bij deze wil ik dan
allen die een affiniteit hebben met het onderwijs. Het maakt niet uit waar u zit en wat u allemaal doet, wat voor beroep u uitoefent, maar zolang u affiniteit heeft met het onderwijs, dat u mee komt denken, mee komt discussiëren met ons op 3, 4 en 5 november van 9 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, dat we bij elkaar zitten om gezamenlijk met alle deskundigen te praten over hoe wij verder gaan met ons in deze moeilijke tijd, ons beroepsonderwijs. We kijken uit naar u. Nou, dat heeft u gehoord van de heer Robbie Holband, directeur van PTC. En dit instituut sluit haar jubileumjaar af met het organiseren van een congres. U heeft dat gehoord, Monino D, dus ze kunnen niet in de ballroom van Torarica of Lala Roek of een van die andere plekken. Maar als u, ja, u als bedrijfsleven, moet ik de namen noemen, van de grote bedrijven die geld hebben. Als u het instituut wil ondersteunen, nou dan geeft u meneer Holband een call. En dan zegt u, luister, ik wil de kosten dragen, want dit is heel belangrijk dat er gesproken wordt over het beroepsonderwijs. Dus ik ga alles financieren, dus jullie kunnen groots gaan in een grotere plek. Ik denk dat hij dat heel erg op prijs zal stellen. En ik ook. Want het beroepsonderwijs is heel belangrijk. Er wordt geklaagd over het tekort aan kader. Hiermee kan dit opgelost worden. Want men moet praten over het beroepsonderwijs. Wie komt er voor in aanmerking? Hoe staat het ermee? En al dat soort belangrijke dingen zullen besproken worden op dat congres. Ik maak reclame, hè, omdat het goed is. Maar ik wil u bedanken voor het willen kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u Richelle Maknak met de heer Ricky Stuttgart over Wereldvoedseldag. En in het tweede deel heb ik gesproken met meneer Robbie Holband, directeur van PTC, over onder andere het congres dat op 3, 4 en 5 november georganiseerd zal worden. Dus heeft u deze aflevering gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week. Goeiedag.